Ook in Italië is de transfer deadline day afgelopen. Ik heb hier helaas niet direct een video over gemaakt. Het was namelijk 17 augustus en deze video komt op 19 augustus online. Daar is een bepaalde reden voor. Ik ben namelijk ook deels wonen in Tilburg. En dat betekent dat ik het heel druk heb op het moment. Ik probeer al zoveel mogelijk video's te maken natuurlijk. En we blijven grinden. We blijven proberen die dagelijkse uploads vol te houden. En we blijven ook die transfervideo's uploaden. Vandaag gaan we het dus ook nog hebben over die transfer deadline day in Italië. Nog een beetje die transfers bespreken die rond zijn gekomen op de laatste dag. En een aantal geruchten van de actuele transfermarkt. Nog maar 2 weken en is de transfermarkt wel afgelopen. En dan gaan we natuurlijk eens kijken hoe alle clubs het gaan doen in de competities. Dan gaan we ook al bijna richting FIFA 19. En hopelijk heb je er zin in, doe je een blauwe duimpje omhoog op deze video en laten we maar snel beginnen. Overigens wil ik nog 1 ding even snel zeggen. Ik zei in mijn vorige video van, yo, vorig jaar deed ik altijd career modes op het einde van FIFA. Zou het jullie ook leuk lijken als ik dat dit jaar weer zou doen? Jullie waren super positief en dat ga ik dus ook weer doen. En het linkje van het kanaal waar die career modes op gaan komen staan bovenaan de beschrijving. Abonneer er even op als je daarvan op de hoogte wil blijven. En dat zou ik zeggen, doe dat vooral. Dan beginnen we weer met Julian Draxler. Ik ga weer over hem praten, want hij wordt nog altijd gelinkt aan een transfer terug naar Duitsland. En dat begrijp ik ook volledig. Een goede aanvallende middenvelder die denk ik bij iedere club al goed uit de benen kan. Kan ook op de linker vleugel spelen. En daar wordt nu veel gelinkt aan Dortmund en aan Leipzig. Leipzig heeft nog niet echt een aankoop gedaan deze zomer van je denkt van, yo, dat is echt een goede speler, weet je wel. Dus die hebben waarschijnlijk heel veel geld. Sowieso van Red Bull natuurlijk. En het zou dus op zich wel kunnen dat hij daar naartoe zou gaan. Ze hebben 3 spelers gekocht. Niemand is echt heel duur geweest, om het zo maar te zeggen. En ze hebben in principe nog altijd, ja, best veel geld zou je zeggen. Naby Keita is verkocht dit seizoen. Daar hebben ze daar het geld van gekregen. Dus het zou zomaar kunnen dat Leipzig nog echt een grote aankoop zou willen doen. Hebben ze het nodig? Ze hebben natuurlijk een spits Timo Werner daarachter Wolfsberg. Maar ja, Keita valt weg. En daarvoor is geen directe opvolger. Nu wil ik niet zeggen dat Draxler een gelijke voetballer is als Naby Keita. Echt niet. Ik denk dat Naby Keita van veel hoger niveau is op dit moment. Maar nog altijd, Draxler weg bij Paris Saint-Germain, dat zou een hele goede transfer zijn. En ik denk dat Leipzig de beste club is om naartoe te gaan. Dortmund wordt ook nog veel gelinkt, maar daar hebben ze best wel veel voetballers op het middenveld al staan. Die best wel prima zijn en ik weet dus ook niet of hij daar wel aan het spelen komt. We zullen in de komende 10 dagen nog heel veel over hem gaan horen, want ik denk dat er best wel veel kans is dat hij nog weggaat. En op de laatste dag van de transferperiode in Italië gebeurde ook daar nog heel veel interessante transfers. Bijvoorbeeld Clavan, een verdediger van Liverpool, die daar natuurlijk niet gaat spelen, want je hebt daar natuurlijk Lovren en Virgil van Dijk eigenlijk vooral achterin staan. En Clavan gaat dus weg naar ja, dat is zo'n irritante naam. Cagliari, ik speel het volledig verkeerd uit. Voor 2 miljoen euro, maar op zich een prima aanwinst voor een middenmoot club. Ongeveer voor de Serie A. Dus daar kan hij gewoon lekker naar basis spelen. Kan hij zijn carrière misschien afsluiten. Gewoon prima transfer. Ik denk dat het voor beide clubs goed is. Want bij Liverpool hebben ze helemaal niks meer aan een oudere verdediger die toch nooit speelt en alleen maar fouten maakt. Nou ja, ook Zaza kennen we natuurlijk wel van zijn periode bij Juventus. En nu dan van zijn periode bij Valencia. En nu gaat hij weer terug naar Italië. Althans, hij wordt uitgeleend aan Torino. Ja, wel met een optie tot koop. Dus waarschijnlijk gaat hij daar weer in Italië blijven voetballen. Dat zie je toch steeds meer, hè. Dat heel veel transfers zijn met een optie tot koop. Dus dat de eerste speler uitgeleend wordt en daarna pas volledig overgekocht wordt. Want natuurlijk vorig jaar zagen we dat met Mbappé en Naby Keita. En dit jaar heel veel kleine transfers waar je eigenlijk dit soort contracten bij ziet. En ook Zaza gaat dus met een optie tot koop naar Torino toe. En wordt daar waarschijnlijk de eerste spits, verwacht ik. Want het is wel een prima aanvaller natuurlijk. Ja, echt een FIFA-legende is het misschien wel. Gervinho, die speelde natuurlijk in zijn verleden bij Arsenal. Ik loop bij AS Roma, als ik het goed heb. Gaat nu weer voetballen in Italië. En ik vind dit echt geweldig. Voetballen de afgelopen paar seizoenen in China is een stuk ouder. Of hij nog altijd diezelfde pace heeft als hij vroeger op FIFA had, dat weet ik dus persoonlijk niet. Hij gaat nu aan de slag bij Parma. Is daar voor 3 jaar vastgelegd op een free transfer. Want hij speelde niet meer bij China. Interessant, ik hoop dat hij bij Parma gewoon lekker in de basis kan spelen. Dat hij daar lekker snel nog altijd is. Maar dat zullen we zien. Hij krijgt in ieder geval weer een kaartje op FIFA 19. En hopelijk gaat hij weer zo overpowered zijn als hij altijd al is geweest. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik denk dat AC Milan in de Serie A misschien daar wel een beetje de winnaar van de transfer deadline day was. Namelijk Laxalt, waar we het eerder al over hadden. Die werd aangekondigd. Die werd bevestigd in principe dat hij naar AC Milan zou gaan. Dat wisten we eigenlijk ook al. Maar goed, dat is dus, ja, dat wisten we. En daarnaast, een hele interessante aankoop van een speler waar ik ook best wel van verwacht, is Samuel Castillo.
Castillejo. Ik geloof dat ik hem verkeerd uitspreek. Misschien een beetje goed. Ik probeer het in ieder geval. De flankspeler, geloof ik, rechtsbuiten speelt hij vooral, van Villarreal, wordt nu aangetrokken bij AC Milan. Ik verwacht heel veel van deze transfer. Ik denk dat dit ook een hele goede transfer is voor AC Milan. Beseft die aanval nu met Higuain, met die Samuel dan op rechts. Misschien Laxalde op links of op links achter. AC Milan heeft een paar interessante transfers gedaan. En ik denk dat ze misschien dit seizoen een beter team hebben dan vorig seizoen. Of in ieder geval een beter werkend team. Spelers André Silva, Bonucci speelde niet heel goed. En dit seizoen zijn er toch wel een aantal andere spelers die hopelijk voor AC Milan beter werken. We zullen het zien. Ik vind het een hele interessante transfer. En ik hoop dus dat AC Milan misschien dan toch wel weer een beetje, ja, toch voor Champions League kan proberen mee te voetballen. Hebben ze dat dit seizoen gehaald? Ik geloof het niet, toch? Er werd veel gesproken op die transfer deadline day over een transfer van Bailey. Toch wel een enorm groot talent die ook in België nog gevoetbald heeft. En daarna naar Bayer Leverkusen ging. Die daar ook veel indruk maakt en daar ook weer als een enorm groot talent gezien wordt. Deze Bailey zou ongeveer 40 miljoen euro moeten kosten. En hij zou een transfer maken naar AS Roma. Dat werd verteld op de transfer deadline day. Maar uiteindelijk is dat dus niet doorgegaan. En heeft Bayer Leverkusen daarentegen een nieuw contract getekend bij deze Bailey tot 2023. Heel slim gedaan. Ik denk dat het echt wel een speler is voor de toekomst. Die binnen nu en een paar jaar misschien wel bij een Europese topclub kan spelen. Hij moet zich wel nog een beetje ontwikkelen natuurlijk bij Leverkusen. En ik denk dat het ook een hele mooie club is om jezelf te ontwikkelen. Want ja, ze spelen gewoon subtop in Duitsland. Duitsland is een goede competitie. En ja, Bailey speelde dat dit seizoen ook al prima. Dus zo zou hij niet blijven kunnen doen, toch? Ik vind het een goede zaak dat hij gewoon gebleven is bij Liverpool. Ja, en nu komt toch wel een heel interessant nieuwtje. Als je 25 jaar lang een speler bent van een bepaalde club, 25 jaar, letterlijk vanaf de jeugd af aan, en je gaat opeens weg. Het is gebeurd bij Juventus. Marquisio heeft de club verlaten na 25 jaar. Hij is nu 32 jaar oud en hij heeft met Juventus samen een overeenkomst gesloten dat hij niet meer gaat voetballen. Zijn contract is eigenlijk gewoon beëindigd met Juventus. En nu is de vraag, waar gaat hij doorvoetballen? Ja, het is lastig, want er zijn nog niet echt concrete geruchten. Het is nog niet heel lang bekend dat hij weg is en het kwam ook een beetje uit het niets. Er waren niet echt geruchten dat dit zou gaan gebeuren. En nu het is gebeurd, worden een aantal clubs genoemd. Eigenlijk kijk, wat ik denk dat het meest realistisch is, is een move voor hem naar Frankrijk. Naar Paris Saint-Germain lijkt mij het meest logisch. Welke andere Franse club zou je niet weten? AS Monaco, heel misschien zouden ze hem wel willen. Maar ik denk dat Paris Saint-Germain voor die Marquisio een beste optie zou zijn. Dat hij daar samen voetbalt met spelers als bijvoorbeeld Dani Alves en met Buffon. Zien we toch veel dat Paris Saint-Germain dan spelers van Juventus overhaalt. Dat zou het meest logische zijn. Daarnaast staat op internet, ik weet niet eens of het mogelijk is dat Manchester City hem nog graag zou willen. Ik weet niet of dus die clubs transfervrije spelers mogen aanhalen. Als dat mogelijk is, zou dat ook nog een eventuele kanshebber kunnen zijn. Maar ik moet dan denk ik even nu opzoeken. Ja, het mag wel. Maar Pep Guardiola zou aangeven hebben dat we hem niet waarschijnlijk gaan halen. Dus het blijft waarschijnlijk gewoon een move naar de Franse competitie. Die hij dan gaat maken binnenkort. Want het is heel interessant dat hij nu pas, kijk, dat is dus een hele vreemde, dat hij nu pas zijn contract laat aflopen. Waarom niet begin juli? Dan had je nog heel veel clubs gehad die je kon kopen. En dan had je rustig kunnen nadenken over een transfer. Heeft hij dus niet gedaan. Best wel vreemd uiteindelijk, toch? Ja, we komen nu aan bij een interessant puntje wat ik al even goed wil bespreken. Natuurlijk Real Madrid. Ze zijn Ronaldo kwijtgeraakt en daarvoor wilden ze niet echt een opvolger hebben, werd eigenlijk ook wel snel duidelijk. Ze willen Isco gewoon een beetje toch wel die belangrijke rol gaan geven. Ze willen nieuwe talenten eigenlijk ook een beetje omhoog laten komen. En een echte nieuwe topspits leek niet gehaald te worden naar Madrid. Maar na die Supercup, na die wedstrijd tegen Atletico Madrid, gingen er toch wel een paar alarmbellen rinkelen. 4-2 verliezen tegen Atletico Madrid is geen goed resultaat. En natuurlijk heel veel clubwatchers en heel veel mensen, supporters, gaan meteen zeggen, er moet een aanvaller gehaald worden. En dan komen er meteen ook heel veel geruchten natuurlijk. Er is eigenlijk een drietal spelers op dit moment, waarvan heel veel gezegd wordt dat die eventueel een transfer zouden kunnen maken naar Real Madrid. Nou, om te beginnen hebben we Mauro Icardi. Die wordt heel veel op internet genoemd momenteel. Maar dit lijkt mij vrij onrealistisch. Ik denk dat Inter dit zo'n goede selectie heeft. De transferperiode daar is afgelopen. Inter gaat totaal niet meewerken aan een transfer. En heeft Icardi op dit moment ook niet meer weg wil bij Inter. Dus die zie ik eigenlijk niet echt als een kanshebber. Daarnaast hebben we Timo Werner van Leipzig. Ja, een prima spits. Zou die bij Real Madrid passen? Vind ik ook niet echt een spits voor Real Madrid, als ik heel eerlijk ben. En ik denk ook dat hij bij Leipzig zal blijven. Ik denk dat hij gewoon daar
sowieso een van de beste en belangrijkste spelers is. En dat ook hij heel moeilijk los te wekken is bij Leipzig. En tenslotte is er dan toch wel een ander interessant gerucht. En deze geloof ik op zich wel, namelijk Rodrigo van Valencia. Speelde afgelopen twee seizoenen enorm goed daar. En hij wordt nu dus gelinkt aan de transfer naar Real Madrid. Hij zou wel enorm duur moeten zijn. Op internet worden heel veel verschillende bedragen genoemd. Tussen 40 en 80 miljoen. Er is niet echt een vaste prijs. Eigenlijk op dit moment natuurlijk, met zo'n wegkoopclausule wordt er wel genoemd. Maar dan zouden op dit moment onderhandelingen plaatsvinden tussen Real Madrid en Valencia over een eventuele transfer van Rodrigo. Nou ja, hij kan totaal niet, denk ik, de plek van Ronaldo opvullen. Want ja, kom op zeg, Rodrigo of Ronaldo. Ik denk wel dat Rodrigo een enorm goede speler is en dat hij zeker weet dat binnen een aantal seizoenen gewoon prima kan spelen bij Real Madrid. Dat geloof ik best wel. Maar een opvolger voor Ronaldo, dat lijkt heel lastig. En dat is het ook, heel logisch natuurlijk. Daarnaast wordt ik altijd natuurlijk op internet gesproken over Hazard. Hij zou naar buiten gebracht hebben dat hij blijft bij Chelsea. En dat hij volgende zomer zal zien wat er gaat gebeuren. Eerst leek het al heel duidelijk dat Hazard weg zou gaan. Maar voor nu, het gaat niet gebeuren. Hazard blijft bij Chelsea nog het seizoen. En daar kunnen ze in Londen heel erg blij over zijn natuurlijk. Want dat is dé belangrijkste speler van Chelsea. We zullen alle transfernotjes in de gaten blijven houden. Voor nu zijn het allemaal geruchten nog. Gaat er nog een speler komen bij Real Madrid? Wat gaat er met Marquinhos gebeuren? Wat ik ook heel interessant vind. We gaan het allemaal bijhouden. We blijven het allemaal volgen. Hopelijk vond je een leuke video. Heb je geabonneerd op mijn tweede kanaal en op Twitter die richting die 100.000 abonnees. En hopelijk zie ik jou bij een volgende video weer terug. En dan zeg ik, later.